hebben nog helemaal niets geleerd. Dit is zinloos. Dus ik heb jou helemaal niks geleerd. Laat zien, DJ Dansparty. Wat? Borstelhaar! Blik de paddenstoel! Zo te zien ben ik een natuurtalent. Of ik ben een hele goede leermeester. Nou, je hebt me wel geleerd, dus strik te stampen! Zo te zien is de leerling nu de nieuwe leermeester. Al zou die het niet erg vinden als de oude leermeester hem die haarbaldoeken nog eens voordeed. Oh, echt niet. Die is alleen voor trollen met een zwarte haarband. Wat een prachtige band. En hij staat bij elke outfit. Oh, toe, Poppy, geef mij er ook een. Kan niet. Je moet hem verdienen. Als je klaar bent, ga je naar de Doornenvallei en daar pluk je er een van de oude Harjitsu-eik. Leer je me dan de doeken? Op zijn tijd. Eerst moet je geduldig genoeg zijn om de plakstift uit mijn hand te trekken. En dan leid ik je... Doornenvallei, snap ik. Je kunt het wel. Gooi mij terug. Goed zo! De Harjitsu-eik. Gek dat hij op zijn open plek staat. Ongelooflijk! Waag jij het om te stelen wat toebehoort aan? Dashboard Joe! Nog een ongelovige, hè? Wauw, die Taekwondo Joe-gast is wel heel slecht gemutst. Daarom zei ik je te wachten. Kijk uit! Poppy, ben je nog heel? Jawel, maar jij niet als je niet bedaart en luistert. Of je luistert niet en dan zoek je het maar uit. Bereid je voor. Ik heb geen tijd voor onzin. Als een eitje op je bas slaat en er is niemand die je hoort, doet het dan toch pijn? Ja, heel veel pijn. Oké. Misschien ben ik er minder klaar voor dan ik dacht. Concentreer je. Denk aan wat ik je heb bijgebracht. Kijk jij wel naar hetzelfde gevecht? Het werkt voor geen meter. Wat ik je probeerde bij te brengen. Snelheid telt niet. Je moet juist wachten tot jij je moment ziet. Vermorzel hem, Bobby. Vermorzel hem. Voor Baron Badkamera! Op snelle inslagorde!